Mijn naam is Anton Huygens en ik ben voor lokale partij Gelderland lijst 12 met nummer 3. Ik ben 53 jaar en ik woon in Apeldoorn. Ik zit daar ook in de gemeenteraad. En ik denk dat het heel belangrijk is om op 20 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Op het moment dat u stemt voor LPG code oranje lijst 12, dan weet u in ieder geval dat er iemand in de Eerste Kamer komt die met name ook in het Groningen dossier en ook in het Lelystad dossier het kabinet de voet dwars kan zetten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maatschappelijk heb ik een carrière gehad als jurist en ik liep daar op een gegeven moment aan tegen dingen, bijvoorbeeld dat mensen ontruimd werden uit hun woning omdat ze hun hypotheek niet meer konden betalen. En denk ik van ja, we hebben dingen in dit land eigenlijk niet goed geregeld. Toen ben ik verder gaan kijken en van daaruit ben ik uiteindelijk in de lokale politiek terechtgekomen. Dan zag ik ook dat heel veel dingen in die gemeente niet verder komen doordat de provincie regels heeft gesteld waar we tegenaan liepen. Ja, de Provinciale Staten is de vergadering van Gelderland. De provincie gaat over de grote dingen. Hè? De infrastructuur, de natuur, de woningbouw. Gelderland kent natuurlijk heel veel gemeentes, regio's. Wij zijn een lokale lijst, dus wij komen op voor die gemeenten en die regio's. En we vinden het heel belangrijk dat het regionale en het lokale geluid doorklinkt in die provincievergadering. En wij willen graag een stem geven aan die mensen die nu het idee hebben dat ze niet gehoord worden. En we willen die stem dragen via de gemeente nu ook richting de Provinciale Staten hier in Gelderland. En als je kijkt dat er maar 35% gaat stemmen, misschien voor de Provinciale Staten, we hopen 40, we hopen nog iets meer. Ja, dan is dat toch een signaal dat we niet goed in contact staan met de inwoners van Gelderland. En daar willen we echt wat aan doen. Ik heb toevallig gisteren ben ik in gesprek geraakt met mensen uit Malden, dat ligt onder Nijmegen. En dan zie je dat de Rijksweg daar richting de A15, dat het een heel groot probleem geeft. En dat de provincie eigenlijk niet goed doorheeft welke problemen die inwoners daar eigenlijk mee ondervinden. En mensen zijn eigenlijk ten einde raad. Vandaar dat ik net ook zei, het is 5 voor 12 in heel veel opzichten. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het doortrekken van de A15. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de samenwerking tussen Gelderland en onze oosterburen. Dus wij vinden eigenlijk dat inwoners ons moeten vertellen wat zij willen en dat wij als overheid dan uit moeten voeren wat die inwoners willen. En dat betekent helemaal niet dat we zomaar moeten doen wat iedere inwoner toevallig in zijn hoofd heeft. We moeten met elkaar in gesprek gaan en we moeten die communicatie op gang brengen. En dat kost natuurlijk geld. Wij vinden als lokaal code oranje dat dat geld ingezet moet worden, niet door zomaar allerlei klimaatregelen te nemen, maar door juist in overleg met de inwoners na te gaan denken, initiatieven te ondersteunen, ook financieel. Dat gaat dus over co-democratie, met elkaar werken aan nieuwe vormen van burgerparticipatie, burgertoppen, burgerjuries, dus echte mensen in de lead zetten.